Tijdelijke Parlementaire Onderzoekscommissie ICT. Heet meer dan van harte welkom de heer Miedema. Uit Friesland is afgereisd naar ons toe. Mede namens de collega's. Wij zijn op zoek naar oplossingen voor wat er misgaat bij ICT-problemen bij de overheid. En dus ontkomen we er niet aan om ook achteruit te kijken en zeggen wat er dan is misgegaan. Daar hebben we al een groot deel van het vooronderzoek laten uitvoeren door een onderzoeksbureau. Maar we zijn in die zoektocht, helpt het ons ook enorm om gesprekken te voeren. Ik zal u eerst proberen te introduceren als persoon door u een paar vragen te stellen. Dan beginnen we met het eigenlijke gesprek. De heer Ulebelt en ik zullen de leiding nemen bij dat gesprek, een beetje om en om. Maar de rest van de commissie zit er niet voor niks bij, die let op. En die kan zeker ook tussendoor ineens met vragen komen. U heeft mij als voorzitter van deze commissie en dus ook de commissie op 26 mei 2013 een lange brief geschreven, waar ik u zeer erkentelijk voor ben. Maar daar werd geen Spaans in gesproken in die brief. Ik haal er een citaatje uit. De hiërarchie heeft de behoefte, het gaat dan om ICT-problemen, om pijnlijke problemen en grote risico's uit beeld te houden. Rapportages worden gescreend en aangepast aan het doel dat men wil bereiken. De boodschap is vaak dat het goed gaat. Dit is zelden overeenkomstig de werkelijkheid. En dat is vaak bij politiek gevoelige projecten het geval. Verklaar u nader. U loopt een jaartje of 20 rond. Vertel daar iets over. En ook waarom u tot dit snoeiharde oordeel komt. Ik ben in de loop der jaren betrokken geweest bij een groot aantal tamelijk grote ICT-projecten waarin verandering noodzakelijk was. Waarbij specificaties aan het begin meestal niet helemaal duidelijk zijn. Waarbij de doelen gedurende het traject wijzigen. Waarbij er aan het begin afspraken gemaakt worden die al vrij snel na het begin blijken niet de goede afspraken te zijn. En als je dan in de positie komt als projectmanager, directeur, programmamanager of wat dan ook, wat ze voor fraaie termen voor dat soort dingen verzinnen, dan wordt het niet altijd even gewaardeerd dat je zegt, dit gaat niet goed, hier zouden we mee moeten stoppen. En dat geldt zowel aan de kant van de overheid, die dat liever niet hoort, want dan moet er waarschijnlijk weer opnieuw een procedure gestart worden, of er moet er weer opnieuw aanbesteed worden, of dan moet er iemand verantwoordelijkheid ergens voor nemen. Ik heb in een interview met de heer Tromp van de Volkskrant wel eens gezegd, wie neemt er in deze tijd nog ergens verantwoordelijkheid voor? En het is dus makkelijker om gewoon maar door te gaan. En dat is een van de redenen waarom u die scherpe brief schrijft, waarom u hier vandaag zit. Ik heb in 2010 mijn ontslag genomen, CQ gekregen bij mijn vorige werkgever. Met als een motivatie dat ik niet langer meer in dergelijk soort posities terecht wil komen waarin ik verantwoordelijkheid draag, maar hem feitelijk niet mag nemen. Ja. Waar werkte u en wat voor soort dingen deed u in de afgelopen 20 jaar? Ik ben in 1989 begonnen bij een bedrijf met de naam Brainforce. Dat was een bedrijf in de context van ICT, advisering, gegevensmanagement en allemaal ingewikkeld gedoe. Dat bedrijf veranderde van naam in 1990. Daar heb ik 8 jaar gewerkt. Toen ben ik bij de Belastingdienst gaan werken als projectmanager. Daar werd ik al snel programmamanager voor de wat grotere, complexe ICT-projecten bij de Belastingdienst, bij het ministerie van Financiën. In 2003 ben ik daar weggegaan om voor Ordina te gaan werken. En daar heb ik gewerkt tot en met 1 juli 2007. En in 2010
Nee, en toen ben ik bij Logica gaan werken in 2007. Dat heette toen trouwens Logica CMG. Dat werd later Logica, dat heet tegenwoordig CGI. En in 2010 ben ik voor mezelf begonnen. Omdat ik noem mezelf nu ook publiek ondernemer. Ik wil de publieke dienst, publieke zaak een dienst bewijzen. Door in die gevallen dat het inderdaad beter, sneller, goedkoper kan, dat ook te proberen te doen. Ik zit hier als ondernemer. Dus ik ben niet geheel belangeloos. Daar wil ik ook geen enkel misverstand over laten bestaan. Maar die praktijken die ik meegemaakt heb... Op het moment dat u telefoonnummers en websites gaat noemen, dan kap ik u wel af. Gaat u verder. Prima. Ik zit hier nou om aan te geven dat... volgens mij was het ergens in 2011... dat een berichtje in de Volkskrant rondom... het vergoeden van taxikosten voor gehandicapte kinderen inmiddels niet meer zou kunnen vanwege bezuinigingen in de context van overheidsuitgaven. En de verspilling die ik in de afgelopen 20 jaar bij de overheid heb gezien, daarvan vind ik dat die moet stoppen. En ik probeer eigenlijk elke dag dat ik nu mijn werk probeer te doen aan mijn omgeving duidelijk te maken dat het anders moet en dat het ook best anders kan. Maar dat is ook het aardige, denk ik, van althans wat u wil proberen of wat u pretendeert met dat bedrijf. U zegt, ik kan het, ik ga no cure, no pay, desnoods overheidsopdrachten doen. Nou bezondig ik mij ook aan raar Engels, sorry. Dat is een gewoonte om te zeggen van als het niet gelukt is, dan betalen we niet. En als het wel gelukt is, betalen we wel. En dan kan ik het voor een tiende of een vijfde van de prijs van allerlei andere aanbieders. En dat is wat u nu beoogt te gaan doen in de komende jaren. Ja, correct. En u heeft in een van de voorgesprekken, geloof ik, gezegd... ik ben niet bang om uiteindelijk door mijn openheid desnoods in een caravan te belanden. Dat is Theo Bos, geloof ik, overkomen, die klokkenluider was. Voelt u zich ook een beetje klokkenluider? Hier heb ik van tevoren even over nagedacht. Want ik dacht van, ik wil graag duidelijk maken hoe ik dat zelf beoordeel. Ik heb in vele gesprekken die ik afgelopen jaar, twee jaar heb gevoerd om duidelijk te maken wat mij motiveert en wat ik te bieden heb, ben ik wel eens een teleurgestelde ondernemer of een gefrustreerde werknemer genoemd. Maar ik ben gewoon een bevlogen idealist. Als ik bang ben om in een caravan te belanden, dan is dat vooral vanwege het feit dat ik nog kinderen heb en gelukkig getrouwd ben. En mijn vrouw vindt het vast niet heel erg leuk om met mij in die caravan te gaan wonen. Ze is in de buurt, maar we gaan het er niet vragen. Ik zei Theo Bos, dat is een voetballer. Ik moet het natuurlijk hebben. Ik had het moeten hebben over Ad Bos. Ik ken hem. We gaan het gesprek echt inhoudelijk starten. En dat, wie anders kan dat beter doen dan de heer Ulenbelt? Leg de lat maar hoog. U bent betrokken geweest bij nogal wat ICT-projecten, gelukte en mislukte. Het WIA-systeem van het UWV, taxi, waterschappen, bij de MGBA bent u betrokken. Wat zijn voor u de drie belangrijkste redenen waarom projecten bij de overheid vaak niet goed verlopen, uitlopen in de planningen, uitlopen in het budget en ook niet opleveren wat er aanvankelijk mee beoogd wordt? Wat zijn de hoofdredenen daarvan, op basis van uw ervaringen? Ik heb vaak nagedacht over deze vraag, omdat die ook regelmatig in onderzoeken van uw Kamer plaats hebben gevonden in het verleden. Ook wel onderzoeken door de Rekenkamer. En dan heeft men het vaak over falende ICT-projecten bij de overheid. Als je die vraag zo formuleert, dan zou ik als eerste vragen, hoezo ICT-projecten? Zijn er dan andere projecten die allemaal heel goed gaan? Is het alleen maar ICT wat fout gaat? Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Er gaan heel veel projecten fout, niet alleen ICT-projecten. Als je de vraag zo formuleert, zeg je ook bij de overheid. Hoezo bij de overheid? Gaat het in het bedrijfsleven dan zoveel beter? Ik denk eerlijk gezegd dat het grote voordeel van de overheid is
En daar ben ik wel bang voor en daar wil ik ook voor waarschuwen. Dat heb ik ook in de brief aan meneer Elias en al die andere leden gezegd. De overheid heeft het voordeel dat ze verantwoording moet afleggen en dat het in openheid en transparantie zou moeten en kunnen gebeuren. Dat gebeurt in het bedrijfsleven niet. Waar een heleboel geld weggegooid wordt, merkt niemand daar feitelijk wat van. Wordt het afgeboekt en maken we er niet zo'n punt van. Bij de overheid maken we er een enorm punt van. Terecht overigens. Want even tussendoor, is uw oordeel op basis van uw ervaring dat het bij de overheid niet anders gaat dan bij bedrijven? Niet zo geformuleerd. Ik denk dat het bij de overheid ingewikkelder is, omdat het, zeg maar, het domein waarin de projecten zich afspelen complexer is, veel meer in beweging. En waarin een ICT mensen rekening moeten houden met het feit dat wetgeving tamelijk precies is, maar dat dat ook heel lang duurt. Maar bovendien ook heel vaak aan verandering onderhevig is. Maar daarom vragen wij ook specifiek naar de overheid, omdat wij ook wel zien, de overheid is op een aantal aspecten anders dan bedrijven. Dus terug naar mijn vraag, wat zijn dan de drie hoofdredenen waarbij de overheid, u noemt nu complexiteit, als een van de dingen, zijn er meer? Andere? Ik heb zelf in de loop der jaren geprobeerd om de dingen die ik meegemaakt heb ook te rubriceren. Er zijn wat mij betreft 6 à 7 systeemfouten te ontdekken. Maar die zijn niet allemaal helemaal specifiek alleen maar voor de overheid. Dan geldt het voor het verschijnsel projecten, projectmanagement en de context waarin dat soort van werkzaamheden zich afspelen. En dat geldt volgens mij niet alleen voor de overheid, maar daar merk je het waarschijnlijk wel meer. De eerste is dat we in de ICT moeten wij afgaan op wat toekomstige gebruikers, CQ-specialisten, ons vertellen wat wij moeten gaan realiseren. Moet u zich voorstellen dat als u mij iets vertelt waar ik in mijn hoofd een beeld van maak, dan zou het heel goed kunnen dat wat u in uw eigen hoofd heeft, dat dit niet hetzelfde is wat er in mijn hoofd gebeurt. Dus zo'n zender-ontvanger probleem, dat speelt zich dagelijks af. En naarmate een project heel erg groot wordt, zijn dat soort problemen natuurlijk ook, ja, dat neemt explosief toe. Moet u zich voorstellen, dat zal ook bij de vorige gehoorde zich afgespeeld hebben. Een project wordt meestal veel te groot gemaakt. Dan gaat het ook heel lang duren. Dus dat noem ik het specificatietijdprobleem. Dat betekent, ik specificeer iets op één moment. Als het project de pech heeft dat het zo groot wordt dat ik het pas 3, 4 jaar later kan opleveren wat ik zou moeten maken en of heb gemaakt, dan is datgene wat we verzonnen hebben 4 jaar geleden is in ons eigen hoofd heus totaal veranderd. Dan zegt iedereen, dit heb ik toch gevraagd. En dan blijkt dat het bij mij door het eerste probleem, maar ook door de tijd gezien, een totaal andere perceptie heeft gehad. Die twee dingen, die hebben in feite te maken met een enorm gat wat er ontstaat tussen datgene wat er gevraagd wordt en datgene wat er opgeleverd wordt. Dat is volgens mij bij de overheid niet anders als in het bedrijfsleven. Maar het komt wel preciezer, omdat de overheid bij een heleboel dingen die door ICT ondersteund worden heel precies moet zijn in datgene wat er uiteindelijk uitkomt. Omdat ze verantwoording moeten afleggen over alles wat er gebeurt in die systemen. Als er iets misgaat in een bedrijf met een factuur die verkeerd geprint wordt. Ik heb bij de Belastingdienst gewerkt. U kunt zich wel voorstellen wat er gebeurt als er een aanslag de deur uitgaat. Die gaat niet naar 1, maar die gaat naar een paar miljoen mensen. Dan staat het heus echt op de voorpagina van de Telegraaf. En dus wil je dat soort dingen heel erg voorkomen. Maar als er in een bedrijf iets misgaat, dan gaat er een factuur ergens naartoe en dat wordt gecrediteerd en het probleem is weg en niemand praat er meer over. Dus de context bepaalt heel erg hoe we er met z'n allen tegenaan kijken.
Een ander probleem is volgens mij het probleem wat te maken heeft met de besluitvorming om die projecten heen. Dat is in de overheid aanzienlijk complexer. En de marktpartijen die daarmee geconfronteerd worden, hebben zich die zijn heel goed in staat om parallel aan de ontwikkeling van projecten of voorafgaande aan de start van projecten die besluitvorming zo te beïnvloeden dat het past bij het aanbod wat je hebt. Dus dat selecteert zich vanzelf. Dan ontstaan er ook specificaties. Mag ik even tussendoor? Ja. U begint met het zender-ontvangerprobleem. Ja? Nu heeft u zelf leiding gegeven aan een succesvol project, de aanslagen bij de Belastingdienst. Ja? Daar was u, neem ik aan, de zender. U leidde dat. Dat was een succes. Nu het verschil? Ik neem aan op uw woorden dat dat een succes was. Wat was daar nou het verschil met een van de anderen, waar u ook bij betrokken was, wat geen succes werd? 1998 ben ik begonnen met dat aanslagbelastingentraject. Dat heeft tot 2003 geduurd. En toen deden we bij de Belastingdienst vrijwel alles onder eigen controle en met eigen mensen. Er waren geen ICT-leveranciers bij betrokken? Veel minder mensen dan tegenwoordig. In 2007 was ik betrokken bij het project WIA, bij het UWV. Nou, ik denk dat bij de Belastingdienst was het project zo'n om de bij de 150 mensen groot. Daar zullen een stuk of 30, 35 externen bij betrokken geweest zijn. Maar dat was, het merendeel was eigen medewerkers, ook gebruikers uit de dienst. Die gewoon tijdelijk uitgeleend werden aan de ICT-organisatie. Bij het UWV werkte aan de kant van het UWV zo'n 80, 90 mensen ingehuurd door het UWV. Of het nou eigen mensen waren of externe mensen, kom ik dan zo op terug. Aan mijn kant ook. Aan mijn kant bedoel ik mee de kant van de leverancier werkte ook zo'n ongeveer 80, 90 mensen. Aan de kant van het UWV heb ik ooit eens gevraagd wie is hier nou in dienst van het UWV en dat was er één. Ja, van de 80, 90. Eén. En dat is dus dramatisch. Was dat de baas? Zegt u? En was dat de baas? Nee, nee. Dus echt waar mensen die uitvoerend werk doen. Hè? Overigens ook in de leidinggevende sfeer van projecten loopt ook voornamelijk extern personeel rond. Die ook zichzelf een positie verwerft waardoor ze daar ook gewoon kunnen blijven zitten. De overheid is langzamerhand volledig afhankelijk geworden van grote bedrijven die uurtje factuurtje achter hun structuren vertonen en die zich ingraven in een bedrijf. Als daar slimme mensen worden of slimme mensen werken, dan worden ze weggekocht. Aan het einde van het traject is de overheid degene die de rekening betaalt. En dat vind ik eigenlijk gewoon ook niet kunnen. U geeft een heel heldere verklaring in uw ogen voor het verschil. Ik heb in dit blokje nog één vraag. U was bij uw inleiding een beetje mistig of u nu ontslagen was bij MGBA of ontslag had genomen. Gaat het me niet om nou het een of het ander was, maar wat was nu de achtergrond? Wat was de reden? En waarom is het niet het een of het ander in uw ogen? Bij MGBA was ik, dat was dus in... Dus wij maken de fout. Dat gaat dan om de gemeentelijke basisadministratie. Ja. En dat emmetje staat voor de modernisering van de MGBA. Ja, klopt. Dat is technisch, helaas. Of misschien ook niet, maar het geeft mij wel de gelegenheid om... Als het niet met ICT te maken had, dan hoeven we het niet te weten. Maar als het niet met ICT-projecten had te maken, dan hoeven wij het niet te weten. Maar als het er wel mee te maken heeft, dat deel dan graag wel. Ja, het heeft er wel mee te maken. Het heeft ook wel te maken met de inleiding van meneer Elias. Ik ben op 15 augustus 2011 gevraagd door de toenmalige programmamanager, de heer Moelker, of ik bij MGBA wou gaan werken als externe in de rol van projectleider migratie.
In dat traject heb ik veel gesproken met gemeentes en met leveranciers over de vraag hoe je op een slimme en een zo goedkoop mogelijke manier ervoor zou kunnen zorgen dat alle gemeentes zouden kunnen worden aangesloten op de nieuwe basisregistratiepersonen. In dat traject ben ik op enig moment bij een leverancier ontvangen, samen met de heer Molker. En daar kregen wij te horen dat wij een stelletje prutsers waren die feitelijk gezien misbruik maakten van het belastinggeld van de meneer die wij te woord stonden. En hij was van plan om de stekker eruit te trekken bij vele gemeentes als het hem economisch uit zou komen. Jan Molker, de toenmalige projectmanager, die zat bij mij in de auto. We zijn teruggereden naar Den Haag en toen heb ik besloten, ik vind dit dermate onacceptabel voor de publieke zaak, dat dit soort bedrijven ook dit soort posities hebben, dat ze feitelijk gezien de overheid en de publieke dienst kunnen chanteren of anderszins. U heeft ook geschreven dat het bedrijf, is dat Centric? Ik heb in het voorgesprek met meneer Elias gezegd dat het mij gaat om de systeemfouten, niet om specifieke namen van bedrijven en mensen. Ik weet eerlijk gezegd ook niet of het heel verstandig is voor mij om dit zo hard op te bevestigen. Er zijn een aantal vrij grote leveranciers in de context van de GBA-leverantie. Ik denk dat u zelf slim genoeg bent om. Maar even terug naar uw ontslag. Nam u toen ontslag? Nee, maar daar ben ik bijna aan toe. Sorry, nog heel even over dat punt. Laten we afspreken. Als u vindt dat u namen kunt of wilt noemen van bedrijven, moet u dat vooral doen. Als u dat niet wilt doen, dan hebben wij daar in die zin vrede mee dat we inderdaad op zoek zijn naar de structuur. Ja. En u ook niet in extra moeilijkheden of wat dan ook willen brengen. Ja. Dus dat we daar gewoon even helder over zijn. Prima. Gaat u verder. En toen heb ik dus besloten van ik ga voor mezelf een bedrijf oprichten wat de overheid minder afhankelijk maakt van dit soort bedrijf. Gewoon als structuurinterventie. Ik snap best dat je als individu niet moet denken dat je zomaar de hele samenleving verbetert. Ik ben in die zin denk ik wel vaak gekke Henkie of Don Quixote genoemd. Maar ik denk wel degelijk dat je een verschil kunt maken. Toen heb ik met de toenmalige programmamanager afgesproken dat ik een bedrijf zou oprichten naast mijn werkzaamheden als projectmanager migratie. In januari 2012 kwam er een nieuwe programmamanager. En die kreeg via te horen dat ik naast mijn werkzaamheden als projectmanager migratie ook een bedrijf had. En toen werd ik niet min of meer, 28 februari kreeg ik te horen dat ik 1 maart niet meer terug hoefde te komen. Technisch gezien was het geen ontslag, want ik had een contract waarin ik iedere minuut ontheven zou kunnen worden uit mijn functie. Maar ik vond het wel heel vervelend, omdat in dat project ik dacht een groot verschil te kunnen maken. En er meer mensen waren van bedrijven die in deze context ook gewoon diensten leveren aan anderen dan alleen maar aan dat project zelf. Dus ik ben niet ontslagen. Want dat kon niet. In alle respect, als u naar mijn cv kijkt, dan ik ben wel vaak ontslagen. En dat heeft denk ik ook wel iets te maken met het feit dat je, dat kon u bij de vorige spreekster of gehoorde ook merken, denk ik. Het wordt niet heel erg gewaardeerd, nog aan de kant van de klant, zijnde de overheid, nog aan de kant van de leveranciers, dat je
probeert de vinger op de zere plek te leggen. Daarom waarderen we het ook zo dat u hier bent. En houden we ook een beetje rekening met specifieke omstandigheden. Niettemin zijn wij als commissie natuurlijk op zoek naar structuren, rode draden, onderliggende lijnen. En in dat verband wil ik graag nog even door over die gemeentelijke basisadministratie MGBA. In die brief die u mij schreef, die u ons schreef op 26 mei, schrijft u daarover. En dan zijn we dus weer in het algemene beeld. En daar wil ik dan graag wat over doorvragen. Maar ik citeer het letterlijk omdat het zo interessant is. Tevens wordt er met betrekking tot stuurgroepbijeenkomsten en in rapportages zorgvuldig aan gewerkt precies dat op papier te krijgen dat rekening houdt met de verschillende belangen van leden in de stuurgroep. Besluitvorming wordt zeer zorgvuldig bilateraal voorbereid, net als brieven en bijeenkomsten van de minister met de Kamer. Maanden vooraf wordt al nagedacht over mogelijke vragen en gewenste antwoorden. En ik krijg de indruk dat het ongewenst is dat er heldere inzicht aan de omgeving wordt geboden. Het was in januari 2012 al bekend dat de planning onhaalbaar was, maar het was niet de bedoeling dat de stuurgroep en de top hierachter kwam. Als dat waar is, en we gaan er even vanuit dat u dat niet verzint, dan hebben we een ernstig probleem bij de hand dat zich... En dat is eigenlijk mijn vraag, wellicht niet tot dit ene specifieke project beperkt. Kunt u daar iets meer over vertellen? Nou, ik herhaal nog een keer dat ik niet een gefrustreerde werknemer ben, nog een gefrustreerde ondernemer. En ik vind het van groot belang om voordat ik inga op uw antwoord... de positie uit te leggen, ik ben vader van kinderen. Ik wil dat de overheid zich zo gedraagt dat de democratie in stand gehouden wordt. En dat kan alleen maar als de overheid transparant en eerlijk zich gedraagt. Eerlijk is natuurlijk een ingewikkeld begrip, omdat iedereen een oordeel heeft en een beeld heeft van de werkelijkheid die voor zich ziet. In de context van dit specifieke project, overigens wijkt dat niet heel erg af van vrijwel alle andere projecten waar ik een rol heb gespeeld. Met deze bijzonderheid dat in het geval van MGBA ik ook nadrukkelijk betrokken was bij het formuleren van vragen en antwoorden aan de minister in het algemeen overleg wat u af en toe heeft met de minister, dan is het inderdaad praktijk dat het project in mijn, of de projectmanagers, en in mijn ogen afgeleid wordt van zijn werk door gezamenlijk vragen te verzinnen, daar antwoorden op te formuleren, zodat de minister vragen van Kamerleden als het ware voor is. Ik begrijp wel een beetje waarom dat gebeurt. Het is namelijk zo dat zowel op het niveau van ministeries, niet alleen Binnenlandse Zaken, maar ik denk dat dat vrij algemeen is, ook in gemeentes, in raden en in burgemeester en wethouders, of in de provinciale staten, mensen onvoldoende kennis hebben van de relatie tussen de inrichting van de samenleving en de stand van de technologie. Even terug naar de minister. Begrijp ik uw woorden nu goed dat u zegt dat ook door mensen in die projecten aan de minister dingen werden verteld die niet klopten, die er net naast zaten, die... Want eerder zei u, en daar begon een mooie voorstellen dat het is, de hiërarchie heeft er belang bij dat het niet naar boven komt. Ja, nee, dat is ook mijn... Maar als ik het heb over mensen in projecten, dan heb ik het over mijzelf. Want ik ben verantwoordelijk voor datgene wat er in mijn project gebeurt. Maar ik werd lastiggevallen door vragen te verzinnen, daar het antwoord bij te geven. En dat werd vervolgens in de hele hiërarchie naar boven, komt uiteindelijk bij
ik ben één keer bij zo'n algemeen overleg. Dan zit daar de minister zit hier en naast hem zit zijn, ja, bijvoorbeeld. Hier zit de voorzitter, daar zit de minister, daar zitten de ambtenaren, ja. Daar zitten de Kamerleden dan. Nou, dus er wordt een vraag gesteld door de minister, of door een Kamerlid. Ook van tijd tot tijd ingefluisterd door iemand die op de publieke tribune zit met een apparaatje. De vragensteller weet eigenlijk niet precies welke vraag die stelt. De minister weet eigenlijk niet precies welk antwoord die moet geven. Die krijgt dan vervolgens een briefje van de ambtelijke top of de ambtelijke staf. Leest vervolgens de vraag voor. Weet eigenlijk niet precies wat hij zegt. De ontvanger van het antwoord krijgt, als hij geluk heeft van de publieke tribune, nog een keer een soort van influistering voor een vervolgvraag. Dit maken wij iedere dag bijna. Nee, precies. Maar de vraag is... Het systeem zegt is de minister dus, dan verkeerde dingen? Nou ja... Bij die onderwerpen waar u bij zat. Naar uw idee. Ik heb in januari 2012 tegen de programmamanager van MGBA... alsmede op het ministerie van Binnenlandse Zaken gezegd... de planning die jullie nu met elkaar afspreken is onhaalbaar... Dat heb ik daarna nooit iemand meer horen herhalen. Tot het in medio 2013 duidelijk werd dat het echt totaal uit de hand aan het lopen was. En toen moest ik wel een beetje lachen over het feit dat toen plotseling er allerlei mensen begonnen na te denken over de vraag: wat is hier aan de hand? Ik weet natuurlijk niet precies wat er gebeurt in die hiërarchie van ik meld dat het onhaalbaar is, tot dat de minister. Aan de Kamer informeert dat het allemaal prima gaat. Maar die conclusie mag u zelf trekken. Wie daarvoor verantwoordelijk is, dat kan ik niet inschatten. Ik kan wel inschatten dat als je kijkt naar de melding van het ministerie van Binnenlandse Zaken over ICT-projecten bij de overheid, staat het vrijwel altijd op groen. En ik heb altijd het gevoel dat het ongelofelijke bakken met geld kost. Maar even voor goed begrip, u schetst dus een situatie waarin u betrokken bij die projecten op papier zet, het is een lelijke eend met een scheve neus. En uiteindelijk ligt er bij de minister een concept antwoord. Het is een prachtige zwaan en hij kan mooi zwemmen. Dat is volgens mij wat ik constateer en wat ik ook zeg, ja. Maar dat is overigens dus niet alleen bij MGBA zo. Nee. Dat ging zo bij de WIA, bij het UWV. Dat ging zo bij Taxi, bij de waterschapshuizen. Dat ging zo bij GovUnited, lag iets ingewikkelder. Maar dat is de praktijk. We willen kennelijk niet weten dat het niet goed gaat. Dat wordt je kennelijk valk over. Wat is uw verklaring voor het feit dat die informatie wordt opgeleukt naarmate die hogere departement ingaat? Wat is uw verklaring daarvoor? Feitelijk dezelfde als ik daar eerder al voor gegeven heb toen ik zei: er is niemand die de verantwoordelijkheid durft te nemen voor het feit dat het niet goed gaat. En daarom modderen we ook langer door dan nodig. En we modderen veel te lang door. Maar gaf je ik heb u in diezelfde brief die ik u in mei schreef gezegd... Maar het is heel simpel eigenlijk. De overheid, en niet alleen overheden, iedereen die te maken heeft met het softwareontwikkeling... zou zich moeten afvragen, zie ik werkende software? Na 2 of 3 weken zou er werkende software moeten zijn. En dan vraag je weer een paar weken later, is er nu meer werkende software? Maar zolang je die vraag niet stelt, maar je je tevreden stelt met papieren rapportages waarin mensen vertellen dat ze geweldig goed werk doen, in al die tijd heel veel uren verspillen, kom je er niet achter of het goed gaat. En dus jaren later zien we dan plotseling wel werkende software en dan zijn we heel erg verbaasd. Naar aanleiding van mijn eerste 2 genoemde systeemfouten, zijn we heel erg verbaasd dat het systeem A niet doet wat we heel graag willen. Dat de omgeving waarin het systeem landt totaal veranderd is als toen het systeem gespecificeerd werd. En dat er in dat proces inmiddels zoveel fouten zijn gemaakt dat er niemand meer is aan te wijzen. Dan gaat het vervolgens een proces in van juridicularisering. Het gaat bakken met geld kosten. Aan het einde van het traject heeft niemand het gedaan. Niemand. Van mening. Even dat moment waarop u dan constateert van die planning is onhaalbaar. Bent u dan de enige in dat hele
bouwwerk die dat vindt? Of is er eigenlijk een vrij brede opvatting dat het inderdaad onhaalbaar is, maar dat het niet op dat moment het gewenste antwoord is? En dat verdwijnt dan ergens in die gang, in die tocht naar het uiteindelijke antwoord wat dan hier gegeven wordt. Hoe was dat dan? Want u zei dat dan. En wat gebeurde er dan? Er zijn altijd verschillen van inzicht over hoe de werkelijkheid eruit ziet. Dus als ik zeg het is onhaalbaar, dan zeg ik dat over dat deel waar ik als projectmanager verantwoordelijk voor ben. In het kader van MGBA was ik verantwoordelijk voor een deelproject. In alle andere trajecten was ik totaal verantwoordelijk. En in de totaalverantwoordelijkheid kan ik heel goed inschatten hoe het zit met het hele project. Alle deelprojecten bij elkaar. In het geval van de MGBA was ik verantwoordelijk voor de migratie. En daar had ik een opvatting over de haalbaarheid die te maken had met zeg maar, de capaciteit en het vermogen van gemeentelijke overheden om deze verandering te absorberen. Het is bijna koninginnennacht hier in Den Haag, maar we hebben vast nog een paar mensen die meekijken. Wat is migratie precies? De overgang van situatie A naar situatie B. We hebben een systeem dat heet nu Pietje Puk. En morgen heet het iets anders. En, en daartussen zit de migratie. Ja, en dat, ja, maar dat woord kent niet iedereen, vandaar dat het even op. Van het gaat niet over vreemdelingenproblematiek, nee. Nog even, als de planning van de migratie niet haalbaar is, dan lijkt mij, dan is het hele project zal niet op tijd gerealiseerd worden. Dat kan vaststellen. Dat is een hele goede vraag, een hele interessante vraag ook. Want krijg je zeg maar wat ik een andere systeemfout noem, is de vraag van hoe hebben we zeg maar de omgeving georganiseerd. Als aan het einde van het traject het ministerie van Binnenlandse Zaken een werkende BRP oplevert. Daar gaat staat voor de basisregistratie personen. Mijn excuses, meneer Elias. Zou je kunnen zeggen, nou, het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft opgeleverd wat ze beloofd hebben. Dan moeten er vervolgens nog 403 gemeentes aangesloten worden op de basisregistratie personen. Als dat nou misgaat, dan hebben de gemeentelijke overheden het gedaan. Nou is de vraag vervolgens voor mij als burger, wie heeft het hier nou verprutst? De overheid. Er zit een principiële systeemfout in het verschijnsel Thorbecke anno 2014. Het Rijk, nog de VNG als bestuurdersorganisatie of ledenvereniging hebben de mogelijkheden om tegen gemeentes te zeggen, u zult dit. Dus verzint men in 2009 een bestuursakkoord en daar zegt men, de centrale overheid ontwikkelt een centrale database en de gemeentes zijn verantwoordelijk voor de aansluiting op de BRP. Iedereen blij, bestuurders allemaal heel erg enthousiast over het feit dat we weer een akkoord hebben. En dan ontstaat er de volgende situatie. In die gemeentes is er al vanaf 1992 langzamerhand de situatie ontstaan waarbij er een soort oligopolie is ontstaan van een beperkt aantal leveranciers en die bepaalt wat er gebeurt in de gemeentelijke ICT. Die bepalen ook vanaf 1999 tot en met 2013 wat het tempo is waarin die transitie van de modernisering GBA, daarom duurt het ook 15 jaar, dat is niet alleen maar te wijten aan de overheid. Er zijn leveranciers die er belang bij hebben dat zo lang mogelijk duurt. 17 miljoen Nederlanders betalen per jaar een bijdrage aan software die één keer gemaakt is, in 2013-14 ook totaal verouderd, maar we betalen er nog steeds precies hetzelfde voor, aan een paar bedrijven die op zich ook de controle hebben over de situatie binnen een gemeente.
Maar is dit nu het gevolg van wat u eerder in het blad van de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken noemt? Rare aanbestedingsregels van de overheid, waardoor uitsluitingen van bepaalde leveranciers plaatsvinden? Ja. Is dat waar u... Ik ben ondernemer. Maar wat is dan raar aan die aanbestedingsregelingen? Ik geloof dat het per 1 januari van dit jaar veranderd is. Vorig jaar en in 2013 toen ik begon, toen was het nog zo dat je als je mee zou willen doen aan een aanbesteding door gemeentes, dan moest je aantonen als bedrijf dat je in minimaal 2 of 3 andere gemeentes jouw software reeds werkend had. Dit betekent per definitie dat innovatie onmogelijk is. Je moet namelijk eerst bij 2 gemeentes binnen zijn, voordat je bij een andere gemeente binnenkomt. Nou, als iedereen die vraag stelt op die manier, dat noem ik raar. Want feitelijk gezien betekent dat gewoon, je moet eigenlijk eerst een soort positie verwerven. Innovatie is niet, voor ons niet van belang. Overigens kunt u dat zichzelf ook aanrekenen. Het is bij mijn weten al vanaf 1994 zo, dat er een soort dominante opvatting is dat innovatie, dat doen we in het bedrijfsleven, de overheid laat dat door het bedrijfsleven doen. Toen ik in 1989 als externe betrokken raakte bij de Belastingdienst, was ik trots op het feit dat ik voor de Belastingdienst mocht werken, want daar werkten mensen met enorm veel kennis. En die waren ook allemaal hartstikke gedreven. Ik zeg niet dat dat nu niet meer zo is, maar ik zeg wel dat we nu als overheid feitelijk constant achter de feiten aanlopen. De kennis is er niet meer, die hebben we aan de markt overgedragen. Die markt vraagt daar in ruil voor het feit dat ze die kennis teruggeven een enorm bedrag per uur voor, en dat blijven we maar betalen. Dat is heel erg inefficiënt. Maar is dat dan ook de reden dat ze aan elkaar vastgeklonken vinden, dat aanvankelijk vaste bedragen die zijn afgesproken uiteindelijk worden omgezet van declareer maar per uur en dat wordt ook gedaan? Ja. En daar waar er in de overheid slimme mensen zijn die heel goed hun werk doen en opvallen, worden ze gevraagd, wil je niet bij ons komen werken? En dan komen ze vervolgens via de voordeur weer binnen. Maar kreeg u die rekeningen, zag u die ook wel eens? Heeft u daar wel eens iets van gezegd, dat dat helemaal niet nodig was, dat het niet hoefde? Meneer Ulebelt, in 2 jaar geleden heb ik een keer een gesprek gehad met de heer Tromp, en die zei toen tegen mij, maar jij zat hier toch bij? Ik kan u verzekeren dat ik mij regelmatig afgevraagd heb, kan ik dit nog verantwoorden? Ik heb veel rekeningen gezien, zelf ook rekeningen uitgeschreven, waarbij het belang van de leverancier zwaarder weegt dan het belang van de publieke dienst. Maar heeft u intern dit soort opvattingen, adviezen ook schriftelijk gegeven? Zijn er bewijzen van dat u wees op dingen die niet goed waren, die niet konden? Zouden we die terug kunnen vinden? Of ging het allemaal mondeling? Nee, er is. Dit maakt mij als zeg je dat, gekke Henkie, wel een beetje kwetsbaar. Er zijn natuurlijk schriftelijke bewijzen. Ik heb er altijd de gewoonte van gemaakt, als ik ergens wegga, dan draag ik mijn dossier over aan degene waar ik wegga. Dat heb ik ook bij de MGBA gedaan, dat heb ik ook bij de firma Logica gedaan. Het is namelijk zo dat ik gehouden ben aan een vorm van geheimhouding. Dat staat in je arbeidsovereenkomst. Dus die papieren heb ik niet. Ik heb wel aan het einde van het UWV-traject in maart 2008... heb ik een stapel rapportages aan de inspectie werk en inkomen gegeven, waarin volgens mij vrij klip en klaar geformuleerd was dat ik maanden achter elkaar gewaarschuwd heb voor
het feit dat er in maart 2008 iets zou worden opgeleverd wat niet zou gaan werken. En dat werd stelselmatig genegeerd. Vervolgens werd ik gevraagd of ik de rapportage zodanig wou aanpassen dat niet elke week gerapporteerd werd dat het niet zou gaan werken, want dat wist men na verloop van maanden wel. Toen heb ik vervolgens gezegd, nou ja, ik vind wel dat ik moet zeggen wat ik vind en wat ik constateer. Ik vertel deze nu omdat ik er van tevoren over nagedacht heb. U bent in staat om deze rapporten op te vragen bij de inspectie voor het werk en inkomen. Volgens mij heeft u niet de mogelijkheid om dergelijke soort rapportages op te vragen bij de private leveranciers waar ik voor gewerkt heb. Daar kunnen we wellicht een poging toe doen, maar daar zal ik u verder niet mee vermoeien. Okay. Gaat u verder. Ik heb vervolgens tegen de toenmalige leidinggevenden van het UWV gezegd, ik moet opschrijven dat dit niet deugt, want anders ben ik zometeen aan het einde bij oplevering. Ook een systeemfout. Acceptatie van ICT is een heel ingewikkeld begrip. Eigenlijk moet je ook als projectmanager je juridisch heel goed indekken tegen het feit dat je aan het einde eventueel in een situatie terechtkomt waarbij je niet levert wat gevraagd is. Dus ik had heel veel behoefte ook om heel duidelijk te maken, ja, dit gaat niet werken. Nou, na verloop van tijd werd zoals gezegd gevraagd of ik de rapportage enigszins zou willen aanpassen. Wat ik toen gezegd heb is, nou, dat doe ik niet, maar wat we wel kunnen afspreken is dat ik u een rapportage met mijn opvattingen geef. U geeft maar aan wat u wilt dat eruit gehaald wordt. U stuurt mij dat met track changes terug. Ik accepteer de track changes en ik stuur u de aangepaste rapportages. Even, wie was die u? Ik bedoel niet in persoon. Maar was dat een medewerker? Dat was een medewerker van het UWV. Of was dat uw eigen werkgever? Nee, dat was een medewerker van het UWV. Oké, medewerker UWV. En u zei, schrijf jij maar wat ik moet veranderen en dan aan jou moet sturen tot je tevreden bent. Ja. Gaat u verder. Vervolgens stuur ik de zeg maar gemodificeerde aanpassingen of rapportages op naar de opdrachtgever. En nou, dat gaat maanden achter elkaar totdat we in maart 2008 aangekomen zijn en blijkt dat het systeem niet werkt. En iedereen boos, het doet het niet. Ik zei, ja, sorry, maar ik heb dat een maand of vijf lang proberen duidelijk te maken. Niemand heeft het kennelijk gesnapt. En vervolgens heb ik in maart 2008 in een restaurant aan de A12 de rapportages, zowel de door mij initieel opgestuurde rapportages als de vervolgens door het UWV geschoonde rapportages, als de daarna door mij aangepaste rapportages overhandigd aan de inspectie voor werk en inkomen. Mijn werkgever. En wat hebben die ermee gedaan? Weet u dat? Ik heb er nooit meer wat van gehoord. U? Nog niet? Nee. Ik verbaas mij daar ook zeer over. Ik vind het ook niet kunnen, maar goed. U zult, als u in de praktijk kijkt, zult u, en dat is ook waarom ik zo teleurgesteld ben geraakt over alle onderzoekingen van uw kamer, alsmede de Algemene Rekenkamer. Dit soort praktijken lijken in Nederland onmogelijk. Maar het is niet zo. Het ondergraaft onze democratie. Er wordt heel veel geld uitgegeven aan dingen die gewoon, waarvan iedereen weet dat ze niet goed gaan. Maar niemand wil het weten. Ons probleem is natuurlijk dat er niet zo heel veel mensen zijn die dingen zoals u ze vertelt ook in de openbaarheid vertellen. Wat ik u wel kan vragen is, had u dat met een glas bier in de kroeg gevat en ook met anderen over? En hoe is dan de reactie van de mensen om u heen? Zeg van, ja, joh, het is het systeem nou eenmaal en er wordt goed betaald, dus zeur niet. Hoe was de reactie? Zoiets als wat ik nu zei of zit ik er dan helemaal naast? Nou, de algemene reactie is dat het de schuld is van de overheid. En ik denk zelf dat dat niet helemaal waar is.
natuurlijk, de overheid maakt heel veel fouten. En ik vind ook, als ik kijk naar zoiets als de MGBA, dan zeg ik, dat is een uitstekend idee. Het is van essentieel belang dat wij het stelsel van basisregistraties realiseren op de manier zoals Binnenlandse Zaken die heeft gespecificeerd. Maar als diezelfde overheid bij de uitvoering daarvan heeft bedacht dat kan de markt efficiënter, dat kan de markt goedkoper, dat kan de markt beter in de context van het bereiken van schaalvoordelen, inkoopvoordelen, innovatievoordelen, en vervolgens niet afdwingt dat dat dan ook echt daadwerkelijk gebeurt. En uiteindelijk gaat, veel duurder uit is. Dan gaat vervolgens de ondernemer aan de haal met de schaalvoordelen, met de inkoopvoordelen, met de innovatievoordelen. En hij organiseert het in juridische termen zo dat aan het einde van de rit de overheid gewoon de rekening moet betalen. Terwijl het evident is wat die leveranciers opleveren, dat werkt niet. Waarom zou je daar nou in godsnaam zoveel geld voor moeten betalen? Dan wijst u op falen aan de kant van de overheid. Dat heeft niet alleen te maken met kennis van ICT, neem ik aan. Wat moet de overheid doen om wat u beschrijft als nadelen, om dat te voorkomen? Heeft dat met kennis te maken? Heeft dat met aanbesteding te maken? Wat is voor u het belangrijkste punt? Ik heb u een aantal van de door mij gesignaleerde systeemfouten genoemd. Er zijn er meer, dus ik weet niet, we zullen niet onbeperkt kunnen doorpraten. U zult ongetwijfeld ook een keer naar huis willen. Ik kan dat heel lang volhouden. Vergist u zich niet in dit gezelschap. Oké. Okay. Vergist u zich niet. We hebben tot 12 uur. Dat lijkt me een goed plan. Ten eerste zou ik, dat heb ik volgens mij ook in een aantal van de door mij aangeleverde rapportages, brieven en documenten en in de gesprekken die ik voorafgaand aan deze openbare hoorzitting heb gevoerd, gezegd, ik zou de wijze waarop het hele proces georganiseerd wordt aanzienlijk aanpassen. En dat is wat mij betreft niet alleen van belang voor overheden, gemeentelijk of rijks. Dat geldt eigenlijk voor alle projecten. Als u zich, dat is misschien een beetje een. Nee, maar even, want we zijn natuurlijk wel degelijk in tijd beperkt. Ja. Voor alle duidelijkheid. Wat zou u concreet, welke 4, 5 boerenverstandregels zou u toepassen? Ik zou bijvoorbeeld beginnen met. U geeft mij specificaties. En ik zeg tegen u, de overheid naar de leverancier. Sorry, ik zag u even in de rol van opdrachtgever. Dus u geeft mij de opdracht om een systeem te ontwikkelen. Ik zeg tegen u, geeft u mij de specificaties. Over een week lever ik u een eerste versie van het systeem wat ik voor u ga maken. Daar zitten dan nog niet zo, het zal niet heel groot zijn, maar in principe, 1 week later krijgt u van mij software. Op het moment dat u niet tevreden bent, hebben we het kennelijk niet helemaal goed gedaan. Nou, laten we elkaar nog 1 week de tijd gunnen om te wennen aan elkaar. Na 2 weken zeggen we gewoon, we stoppen. En u hoeft mij niet te betalen. Ik heb gefaald. Laten we eerlijk zijn, u betaalt mij een behoorlijke vergoeding voor software die ik lever. Lever ik geen software, betaalt u mij niet. Punt. Hoeft u mij ook niet de uren te betalen die ik erin gestoken heb aan, weet ik veel, 80, 85 euro per uur voor heel vaak gewoon op een stoel zit. We gaan nu richting het telefoonnummer, geloof ik, en die website. Maar gaat u verder? Nee. Het gaat mij om het feit dat, dat is precies de structuurfout die ik probeer duidelijk te maken. Overheden hebben belang bij innovatie. Bedrijven hebben dat niet. Want ik word per uur betaald. Hoe meer uren ik maak, hoe groter mijn rendement. Die zogenaamde ondernemers, want ze noemen zichzelf allemaal hele grote mannetjes, die hebben een simpel bedrijfsmodel. Dat heeft 2 assen. Uren, prijs. En hij gaat helemaal recht zo. Hoe meer uren ik maak, hoe meer ik verdien.
Maar daar moet die overheid dus doorheen prikken. En wat nog meer? Zoeken naar werkende software en eisen dat software die aan de overheid wordt opgeleverd voldoet aan open standaarden waar de overheid de controle over heeft. Software in eigendom geven van de overheid zonder ook maar één grijntje van controle door de leverancier. Ik zou denken dat de overheid mag vragen aan een leverancier die levert aan de overheid. Ik ben als overheid verantwoordelijk voor continuïteit. Dat zal iedere in de overheidssector werkende ambtenaar u kunnen bevestigen. Continuïteit is het allerbelangrijkste. Als we het hebben over softwareleveranciers die leveren, als het niet werkt, dan lopen ze weg en de overheid is weer verantwoordelijk voor de continuïteit. Als een leverancier zijn contract beëindigt omdat het hem vervolgens te duur wordt om software aan te passen, zit de overheid met de gebakken peren. Ik zou contractueel vastleggen dat dat niet kan. Dat diezelfde leverancier voorzieningen moet treffen om ervoor te zorgen dat de continuïteit gegarandeerd wordt. De overheid zou veel meer kennis moeten verwerven over wat er zeg maar, aan alternatieven is wat geleverd wordt door 7 grote partijen in Nederland. U had het zo net over open standaarden. U had het zo net over open standaarden en dat de overheid daar ook meer mee zou moeten werken. Zou het ook betekenen dat als er nieuwe software voor de overheid is opgeleverd, dat zij naar buiten toe dan openbaar zou moeten maken hoe die software eruit ziet? Ja. Gaat het zo ver wat u zegt? Ja. In principe, ik ken de discussie natuurlijk naar aanleiding van het vorige algemene overleg in de Tweede Kamer, waarbij minister Plasterk toegezegd heeft om de code openbaar te maken. Ik zie geen enkele reden, behalve eventueel redenen omwille van de beveiliging. Nou, die delen moet je dan kennelijk niet openbaar maken. Alhoewel ik het effect daarvan ook nog niet zo heel erg groot zou inschatten. Transparantie is ontzettend belangrijk. Dus maak het maar open. Laat iedereen maar controleren wat er gebeurd is. Laat iedereen maar zien of het goed is wat er gemaakt is. Als je het inderdaad goed doet, zou ik ook trots zijn als leverancier of als overheid op het feit dat ik de goede dingen gemaakt heb. En als meneer Veldwijk in staat is om tegen mij te zeggen van nou, datgene wat je gebouwd hebt, dat deugt niet. Dan luister ik daarnaar en dan ga ik zoeken naar mogelijkheden om het te verbeteren. Maar als die paar experts die er in Nederland zijn op bepaalde gebieden tegen mij zeggen dat heb je niet goed gedaan, moet ik blij zijn? Moet ik dat accepteren als een cadeautje? Moet ik niet net doen alsof die meneer gek is? Dat heb ik ook bij de MGBA gezien. Meneer Veldwijk werd voor gekke Henkie uitgemaakt. Die krijgen we nog op de stoel waar u nu ook zit. Ik zou het volgende willen voorstellen, inderdaad, ook in verband met de tijd. U heeft ons een hoop dingen verteld, erg interessant. Bestook ons gerust nog met suggesties voor onze verdere aanbevelingen. En als u nog één punt wil maken, dan moet u dat nu doen. En dan gaan we het voor het gesprek sluiten. Sorry hoor, ik had het allemaal heel goed voorbereid. Ja, u heeft ons denk ik echt een heel eind op weg geholpen. Alleen, kijk, wij kunnen hier inderdaad volgens mij nog wel 3 uur met u zitten praten. Alleen, dat gaan we niet doen. En we zijn zeer geïnteresseerd als u verder nog suggesties voor ons heeft, voor onze aanbeveling. Dat is schriftelijk. Heel graag zelfs, maar schriftelijk bedoel ik dus. In een later stadium. Maar als er nog één punt is dat u heel dringend naar voren wil brengen, dan bied ik u daar graag de gelegenheid voor. Er zijn volgens mij 2 vrij dominante eigenschappen van de wijze waarop we in Nederland ICT hebben georganiseerd.
besluitvorming wordt, dat is denk ik niet typisch voor ICT-overigens, maar besluitvorming wordt over het algemeen gedaan op basis van datgene wat de adviseurs, de besluitvormers, influisteren, CQ voorleggen. Ik heb in mijn laatste blog in e-bestuur ook gezegd dat ik vind dat bestuurders en ook mensen aan de ambtelijke top zich meer zouden moeten verdiepen in de mogelijkheden die ICT biedt als het gaat om de vraag: kunnen wij onze samenleving efficiënter inrichten en kunnen we ervoor zorgen dat de overheid goedkoper zijn dienstverlening aan burgers aanbiedt? Zowel aan de kant van de overheid zijn er te veel partijen die er belang bij hebben dat de situatie blijft zoals die is. Dat geldt ook voor leveranciers. Geen misverstand, mijn oplossing, die mag ik zal niet precies uitleggen hoe die in elkaar zit, maar mijn oplossing gebruikt de cloud als een ontkoppelpunt om een belangrijke stap voorwaarts te maken in de wijze waarop Nederland gebruik maakt van ICT. Ook uw Kamer heeft onvoldoende inzicht in de mogelijkheden van cloud en laat zich bang maken door vraagstukken als privacy en beveiliging. Terwijl het evident is dat als je dat zo beschouwen in de context van gemeentelijke overheden, 403 poortjes zijn toch echt ingewikkelder te bewaken dan eentje. Als je een goede, beveiligde oplossing weet te verzinnen die je in de cloud stopt, dan zou de overheid daar enorm veel voordelen mee kunnen halen. Nou zie je iets interessants in de markt gebeuren. Leveranciers snappen dat ook. Je ziet steeds meer leveranciers die beginnen met oplossingen in de cloud. Ik lees in de automatiseringsgids van vorige week een erkend emeritus hoogleraar beweren dat we in Nederland toe zouden moeten gaan naar een situatie waarin je, ik kan citeren uit de krant, pink georiënteerde gemeentes en centric georiënteerde gemeentes in de cloud krijgt. Ik weet niet precies hoe ik u moet uitleggen wat ik daarover vind. Samen te vatten met aan me nooit niet. Dat gaat niet gebeuren. Dat was ongeveer wel de richting die ik had verwacht. En uw tweede tip? De tweede tip is in aanbestedingstrajecten niet dikke rapporten, niet dikke specificaties. Simpel. Een pilot waarin u een week de tijd krijgt om te laten zien wat u kunt. Een pilot. Te betalen door de leverancier zelf. Als die niet oplevert, niet betalen. Een pilot om te laten zien wat je kan. En dan vervolgens gezamenlijk, hand in hand, specificaties ontwikkelen. Laten zien dat het werkt. Heel snel accepteren. Niet maanden later, maar gewoon dezelfde week als er opgeleverd wordt, accepteren. Want hij doet het of hij doet het niet. Niet ingewikkelder dan wat dan ook. Gewoon simpel. Dit heb ik gevraagd. Krijg ik dat? Ja. Mensen die vervolgens beginnen te emmeren over kleurtje scherm. En het zijn de centen van de belastingbetaler die uiteindelijk daarvoor moeten opdragen, dat kan niet. Een ambtenaar of iemand in dienst van de publieke sector zou zich elke dag de vraag moeten stellen: is dit in dienst van de samenleving? En als ambtenaren dat doen, dan kan vervolgens de overheid dat ook aan leveranciers vragen die aan de overheid leveren. Is dit in het belang van de samenleving? Dat is wat er moet gebeuren. Volgens mij is dat een prachtig eind van ons gesprek. En een goede opwekking voor ons als commissie. Ik dank u zeer voor uw gesprek. Ik sluit het gesprek. Ik sluit dus de vergadering van vandaag. De vergadering is gesloten. Dat zeg ik.